welkom op de IBOP van 26 januari hier in Warga. We beginnen met nummer 1, Keetje van het Brillenhof met Fleur Bos. Fleur, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! Tussen E en H deuren maken.
B voert bijvoorbeeld Engels voor een middengroep. B in B voert bijvoorbeeld Engels voor een middengroep. We hebben gekeken naar nummer 1, Keetje van het Brillenhof. Fijn sympathiek paard, zo om te zien, mooi in het, blijft mooi in zijn houding, mooi bergop. Stap is af en toe een beetje breekbaar, zou af en toe de pas iets mooier af mogen, maar iets constanter mogen blijven hierin. En de galop zou iets meer mogen rollen. Het draf blijft wel fijn actief en steeds netjes bergop. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7, maakt de totaalscore van 78,5. We gaan door naar nummer 2, wens van het Suger Oord met Ludo van der Weijden. Ludo, als je zover bent mag je beginnen. Succes. Thank you.
Dat was de beroep van nummer 2, Bens van Surger Oort. Netjes voorgesteld door Ludo. Ludo heel fijn, vriendelijk gereden, mooi open in de aanleuning. Het was een heel mooi constant beeld. Wat we eigenlijk in alles een klein beetje misten, is ietsje souplesse en iets meer buiging in het achterbeen. Dus in het stappen zouden we willen dat hij een klein beetje meer spronggebruik heeft. En dat is in het draven ook. Blijft hij soms iets schommelen in het kruis en iets lang in het achterbeen, waar hij van nature meer aan mag sluiten of meer tot dragen mag komen. En dat is in de overgangen en in de tempowisselingen ook een beetje waar hij tegenaan loopt. Datzelfde geldt voor het galopperen, waar hij meer mag blijven rollen en meer ritme mag houden, doordat hij sneller blijft springen vanuit dat achterbeen. Dus het totaalplaatje is mooi en het paard ziet er werkwillig uit, maar is voor nu nog te weinig snel in het achterbeen en snel geprikkeld van nature, dat wij daar een hogere score aan kunnen geven dan wat hij nou krijgt. We hebben hem gegeven vandaag voor de stap een 6,5, draf een 7, galop een 6,5. Houding, balans en souplesse een 7. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 74,5 punt. De volgende combinatie in de waan is nummer 3. Henrique van der Zunne. Wordt voorgesteld door Lisanne Venje. En Lisanne, wat ons betreft kun je beginnen. Succes.
Ik heb weer geluid. Dit was de proef van nummer 3. Henrike van der Zunne. Een paard wat sympathiek overkomt, wat fijn in de houding loopt van nature. Een mooi voorbeen heeft met schoudervrijheid. Wel zouden we nog willen dat het paard meer gesloten blijft en meer in verbinding. En dat hij daardoor nog iets meer tot dragen kan komen. Dat je hem nog iets meer kunt ondersteunen daarin, Lisanne. Soms geef je hem iets te veel ruimte en wordt hij een klein beetje loperig. En dan zou je meer kunnen ondersteunen in een verruiming of in een overgang. Waarmee dat paard ook nog mooier in balans blijft lopen. Het stappen zouden we nog iets royaler willen, maar het paard blijft wel fijn door het lichaam en actief gereden. In het draven zouden we dat hij dan dus van nature iets meer draagt of iets meer gesloten blijft. Maar ja, totaalplaatje vinden we wel sympathiek. En in het galopperen is dat eigenlijk hetzelfde rechter galop nog iets meer vanzelf dan de linker. We geven vandaag de volgende cijfers. Stap een 7, draf een 7, galop een 7. Houding, balans, souplesse een 7. Schakelen en impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 77 punten. Nummer 4 is in de baan verschenen. Dat is Die Lady van Stal Daimler. Voorgesteld door Suzanne Wind. En Suzanne, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen. Succes.
netjes voorgesteld. Suzanne, paard wat toch wel moeite heeft nog met dragen. Heeft wel een heel mooi voorbeen, komt mooi uit het schouder. Maar dat gedragen blijven is toch wel een beetje een dingetje. Het tikt zichzelf dan ook heel vaak aan. Stap blijft wat kort en heeft dan ook wat weinig lichaamsgebruik. En in de galop is ook duidelijk dat hij hier meer lossigheid mag tonen. En waarin dan inderdaad aan de linkerkant galoppeert hij dan weer beter dan rechtsom. Heeft hij wat meer balans. We hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7. Maakt het totaalscore van 70 punten. We gaan door met nummer 5, Josephine Utegrachten met Ria van Wier. Ria, als je hem hier langs kan krijgen, dan mag je daarna beginnen. See?
De proef van nummer 5, Josephine Nuttengrachten, is gestaakt vanwege lichte onregelmatigheid. En wachten we op de volgende combinatie. Als die klaar is, kan die in de baan verschijnen. En daar zien we nummer 6, Yvonne van de Lange Ekers, voorgesteld door Annemiek Hollander. En Annemiek, als je zover bent, kun je wat ons betreft beginnen. Succes met de proef. Thank you.
Ekers. Een paard wat sympathiek voorgesteld is, fijne houding, maar toch wat moeite heeft om tot dragen te komen en dan toch wel wat probeert wat van het achterbeen af te lopen. Hij zou in alles inderdaad wat meer mogen blijven dragen. In de draf is hij wel mooi uit het schouder, wel een mooi voorbeen. En de galop heeft hij wel veel techniek, maar blijft toch in alles wel te veel neerwaarts. Dus hij zou echt in alles wel wat meer gesloten mogen blijven. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6, galop 7, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6, impuls 7, de totaalscore 72 punten. We gaan door met nummer 7. Lalique van de Meikaarden met Jelmer Ketelaar. Oh nee, met A. Ja, nou inderdaad. Nou, goed gedaan. Met Agen dus. Agen, als je zover bent, mag je beginnen. Oh, toch? Oh, jee. Thank you.
Goed, dat was de eerste memproef van vandaag, nummer 7, La Lique van de Meikade. Fijn voorgesteld door Age. Paard met heel veel energie en veel buiging in de gewrichten. Een mooie houding. Hij heeft nog wel iets moeite met balans zo in het galopperen, maar hij heeft daarin heel veel techniek. In het draven blijft hij heel erg naar boven en heeft hij veel buiging in de gewrichten, maar zouden we nog wel iets meer rek willen zien in het lichaam, in een verruiming en daarin ook weer van nature makkelijker sluiten. Dus dat daar ietsje meer gebeurt nog, dan blijft hij iets naar boven in plaats van dat daar dan meer ruimte in ontstaat. Maar we vinden wel dat er heel veel energie en een mooie houding constant blijft. Stappen is nog wel een beetje moeilijk, heeft hij nog iets moeite met trekken. Hij blijft wel zuiver, maar zou nog iets meer daar van nature door mogen lopen en daarin meer lichaamsgebruik en overstap laten zien. Dus krijg daarvoor de volgende cijfers. Stappen 6, drafgalop 7,5, houding balans 7,5, souplesse en schakelen een 7 en impuls een 7,5 en komt daarmee op 78,5 punt. Gaan we verder met de laatste rijproef van vandaag, denk ik. Dat is nummer 9, Cleo. Wordt voorgesteld door Fleur Bos. Fleur, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes. Thank you.
Cleo met Fleur Bos, sympathiek paard, wel een paard met ook wel veel lossigheid en souplesse. Alleen het achterbeen zou echt in alles wat actiever mogen doortreden. Hij heeft ook wel ruimte in de stap, mist daar ook inderdaad wat kracht en wat activiteit. En heeft wel ook zo in die draf een mooie voorhand. We hebben de volgende cijfers. De stap een 7, draf 7, galop 7, houding balans 7, souplesse 7,5, schakelen 6,5, impuls 7, maakt een totaalscore van 77 punten.
We gaan door met met de menproef. We hebben eerst een pauze en dan gaan we door met de menproef nummer 10. Lente van de Ridderdijk met Agen. Zodra die klaar is, zien we die wel in de baan verschijnen. Thank you.
Dat was de proef van nummer 10, Lente van de Ridderdiek, voorgesteld door Aga. Een paard dat in de draven veel gemak uitstraalt en fijne houding en energie. Zouden we wel willen dat hij van nature meer aansluit en meer onder de massa komt met het achterbeen. Blijft iets lang en laat in dat achterbeen. En dat is ook in de galop wat hem een beetje apart speelt. Hij galoppeert vooral rechtsom dan wel fijn aan, maar om daarin dan wat te schakelen, zouden wij willen dat dat achterbeen meer buigt en aansluit en dat hij daarin meer handigheid heeft om zichzelf te dragen en meer ritme te houden en daarin meer balans te vinden. Maar voor vandaag is het stappen eigenlijk het lastigst, want het stappen is een erg wisselend beeld en erg breekbaar. En we zouden daarin nog meer een constant beeld willen zien, maar ook meer zuiverheid en meer ruimte en lichaamsgebruik. Dus helaas heeft hem dat wel een beetje parter gespeeld. We komen tot de volgende cijfers. Stappen 5,5, draf een 7, galoppen 6,5, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5 en impuls een 7. Komt daarmee op 72,5 punt. Hierna klaar is, als Henk er nog niet is en jij moet hierna weer, dan zien we wel wanneer je weer verschijnt. We gaan kijken naar nummer 12, Dietske van der Roest, met Aga. Aga, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Thank you.
Met Henk Hammers. Henk, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Amen.
13, Kato van de Groene Steeg. Een paard wat toch wel opvalt dat hij toch wel veel kracht nog mist. En vooral veel draagkracht. Heeft nog erg veel tempo nodig. Blijft dan dus inderdaad ook wat lang in dat achterbeen. En komt gewoon dan inderdaad te weinig tot dragen. En dat zien we eigenlijk in alle drie gangen weer terug. En vooral dat tempo dat dan wat te hoog moet blijven. Om hem een beetje aan elkaar en een beetje bovenin te houden. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 7, maakt de totaalscore van 70,5. We gaan door met nummer 14, Lieve van Duiven. Met Agen, en als Agen zover is, zien we hem wel in de baan verschijnen. Thank you.
Naar nummer 14, Lieve van Dulven. Fijn paard ook om naar te kijken. Hele fijne draf, veel expressie, mooi bergop. De stap is af en toe wel een beetje moeizaam, daar zouden we wel iets meer rek in willen zien. Misschien dat hij dan inderdaad ook nog een beetje meer wil uitschuiven, dan wordt hij echt wel beter van. En de galop heeft veel sprong bergop, hè, ondanks de groenigheid wat je nog kunt zien. Wel gewoon echt een fijn paard. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 8, galop 8, houding in balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 82 punten. Dit was tevens de laatste van de aangespannen en van deze IBOP. Bedankt voor het kijken en weer tot een volgende keer. En bedankt voor de gastvrijheid van WB Stables.